Ja, jullie zullen het allemaal wel weer gelezen hebben, hè? Ja, en gezien hebben, ook op Instagram. Want de Glennis die heeft daar een berichtje geplaatst. Ja, voor een soort inzamelingsactie voor Ter Apel. Hè? Dat ze daar met een aantal van haar eigen mensen naartoe wil om te helpen. Enzovoort, enzovoort. Nou, het gevolg van dit geheel is, vrienden, dat er werkelijk een tsunami aan bagger over haar heen gegooid wordt. Ja. Volkomen te verwachten. En natuurlijk een hele batterij aan flauwe grappen. Over als ze daar gaat zingen, gaat het leeg. En gaan ze dan met de knokploeg heen om de boel leeg te vegen. Naar die. Nou, het is. Vrienden, kijk, het zit als volgt. Stel dat ze bedacht hebben daar bij het management. Hè, want daar gaat het om, hè. Verkeerde manager, heeft zij, de Glennis. De Glennis. Die hebben dan bedacht, weet je, beter voor het imago, hè, want dat is een beetje aangetast. Toen weet je nog wel, het hele geval met die Jumbo en het vechten daar. En dat ze in de cel heeft gezeten. En ja, daar komt ze voorlopig natuurlijk niet overheen. Dus die hebben gedacht bij zichzelf, ja, misschien goed voor het imago als zij zich een beetje opwerpt, hè, in deze zaak om goed te doen. Nou. Helemaal daarnaast, want nou is zij juist niet de persoon om het voortouw te nemen in zo'n actie. Maar dan ook totaal niet. Dus dat is publicitair spookrijden, noemen we dat. Dat is een blunder van je welste. Nou, maar het kan ook zo zijn, vrienden, dat ze het wel meent en dat het wel echt is, weet je wel. En dat ze heeft gedacht van, nou, ik wil helpen. Nou, laten we haar even de voordeel van de twijfel geven. Nou, dan nog, vrienden, is en blijft dit publicitair spookrijden. En is dit een blunder van je welste? Want je weet van tevoren, ook al zijn je intenties goed, dat de mensen dit niet pruimen. En dat komt, beste de Glennis. Ik ga het nogmaals zeggen. Je hebt een enorme fout begaan daar in de Jumbo. En niet een kleintje, een hele grote fout. Ja. En de mensen, die gaan je dat voorlopig even niet vergeven. Nee. En dus het enige wat je moet doen, voorlopig, is uitgezegd. Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. En dat moet jij doen. Niet alleen stilzitten, koppen dicht, helemaal niks. Wacht je rechtszaak af en dan wacht je de veroordeling eventueel af. En dan nog weer stilzitten en vooral... Hey, de Glennis, goed luisteren naar mij. Koppen dicht!